mooi weer op een zondag. Dat is ideaal om een dagje naar zee te gaan. Dat deden gisteren dan ook bijna 2000 kinderen. Maar niet om zomaar op het strand te gaan liggen. Al deze kinderen waren gisteren in Oostende voor één ding. Boeken, boeken en nog eens boeken. Vandaag in Oostende is het de bekroningsfeest van de kinder- en jeugdjury van Vlaanderen. De kinderjury is een vereniging van kinderen. En die moeten heel het jaar door boeken lezen. Over die boeken moeten ze een verslag maken. We luisteren dan naar elkaars mening, wat ze ervan vinden en de tekeningen en de lettertype beoordelen en zo, dat je er niet van snapt en zo. En op het einde van het jaar wordt er bekendgemaakt welk boek dat is gewonnen van in heel Vlaanderen. Ik kan hier ook auteurs ontmoeten en dat is heel tof, omdat je die mensen die kennen echt, dat ze, ah, die ziet er zo uit en die heeft dat geschreven. We zijn flessen aan het ophangen voor de flessenpost. En daar mochten we iets opschrijven. Ik zie voor mij de zee en daarachter ligt iets. En je mag dat dan zelf verzinnen. Oftewel schreef je een gedichtje dat je zelf had verzonnen. De kinderen die hier zijn, zijn allemaal dol op lezen. En wat kan je op het strand beter doen dan lekker je favoriete boek te lezen? En wat mij betreft, ik geloof geen snars van wat die bange wezels in dat boeren gaat beweren. Ze maken je van alles wijs. Die mensen leven nog in de 19e eeuw. En dan is het tijd voor de prijsuitreiking. Bijna 5000 kinderen in heel Vlaanderen hebben beslist wie zij de beste schrijvers vinden. De lezers tussen 10 en 12 jaar oud vinden dat deze schrijver de beste is. Patrick Lagroux, de spoken van de Klagers. En daar zijn de meeste kinderen heel blij mee. Leven Patrick Lagroux!